Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Studium Generale. Vanavond de zevende lezing in de achtdelige lezingenreeks van Maarten van Rossum. Dus volgende week maandag de ontknoping. Ik hoop je daar allemaal te zien. De lezingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk en afzonderlijk van elkaar te volgen. Sorry? Oh, praat ik er niet goed genoeg in of kan die gewoon nog wat harder, Eva? Oké. Ja, ik hoor het zelf niet. Ja? Zo beter? Oké, gelukkig. Om jullie nog even in spanning te houden, doe ik eerst nog wat aankondigingen over de laatste lezingen van het seizoen van Studium Generale. Morgenavond om deze tijd en in deze zaal een lezing in de serie Hoge en Lage Cultuur. Het gaat morgen over kwaliteits versus pulptelevisie door Dr. Anders Maarten van Racing van Media en Cultuur aan de UvA. En volgende week maandag dus de laatste lezing van Maarten van Rossum. En woensdag 18 juni is het slotdebat van Hoge en Lage Cultuur met onder andere Frits van Oostrum, die is voorzitter van de Canon-commissie. En dat waren voorlopig alle lezingen van dit seizoen van Studium Generale. En dan wil ik u nog allemaal vragen om uzelf ervan te verzekeren dat u uw telefoon uit heeft staan. Dan geef ik het woord aan Maarten van Rossum. Dank u wel. Ik ga toch even kijken of ik overal goed verstaanbaar ben, ook als ik mompel. Dus ik ga nu even mompelen. Mompel, 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 mompel. Ja, is dat ook, kunt u dat ook volgen? Ja, mocht ik dan dus niet goed verstaanbaar zijn, steekt u dan even uw hand op, dan, zodat ik daar attent op word gemaakt. Ja, ik moet zeggen, het woord ontknoping beviel mij uitstekend. Tot op heden is het enorm spannend geworden. We zullen zien dat we vandaag al misschien een beetje een deel van de ontknoping te zien krijgen. Maar inderdaad, u kunt volgende week niet wegblijven. Want dan zult u een heel onrustig naleven hebben. Omdat u nooit weet hoe het afgelopen is. In het vorige college was ik al begonnen met Barbarossa. De Duitse aanval op de Sovjet-Unie. In feite het kernconflict van de Tweede Wereldoorlog. Alle conflicten samen waren niet van de omvang en de dodelijkheid van de Duitse aanval op de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie heeft 25 miljoen burgers en soldaten verloren. En om u nog eens duidelijk te maken hoezeer inderdaad dat een vernietigingsoorlog was. De Duitsers hebben een kleine 6 miljoen Russische krijgsgevangenen gemaakt en ruim 3 miljoen van die Russische krijgsgevangenen zijn om het leven gekomen. Vermoord zo u wilt, maar in feite niet daadwerkelijk vermoord, maar verwaarloosd, uitgehongerd, waardoor ze het leven hebben gelaten. Niet waar, toch een enorme groep waarvoor geen monumenten zijn en waarvoor geen herdenkingen worden georganiseerd, maar desalniettemin ruim 3 miljoen dode Russische krijgsgevangenen. De aanval begon op 22 juni 1941 om 3 uur in de morgen. Waarom dat altijd zo vroeg is, is mij niet helemaal duidelijk, maar dat schijnt de gewoonte te zijn, een militaire kring. De Duitsers vielen aan met 3,5 miljoen soldaten, 3600 tanks, 2700 vliegtuigen en het Rode Leger was totaal, maar dan ook compleet verrast. Van een enigszins systematische verdediging was eigenlijk geen sprake. De enorme ruimte van de Sovjet-Unie werd niet adequaat gebruikt. Van reserves in die wat naar achteren stonden was in feite geen sprake. Het Rode Leger was eigenlijk direct aan de grens opgesteld vanuit een idee dat als de Duitsers zouden aanvallen, wat ze dus voorlopig niet verwachten, dat ze dan onmiddellijk in de tegenaanval zouden kunnen gaan, waarvan in feite in de werkelijkheid geen sprake was. Op de eerste dag gingen 1200 Russische vliegtuigen verloren. Na enkele weken hadden de Russen 90% van hun tanks verloren.
En de Duitse panzerdivisies die reden zo'n 90 kilometer per dag. Nog een aanzienlijk hoger tempo dan ze in de tijd in Frankrijk hadden aangelegd. Daarachter kwamen zo'n kleine 120 Duitse divisies die steeds een soort reusachtige omsingelingsoperaties uitvoerden, waarbij al die miljoenen Russische krijgsgevangenen werden gemaakt. Het Rode Leger vocht wel, maar het vocht als een kip zonder kop. Er werd geen duidelijke leiding gegeven, er zat geen strategie in. Het was in feite een volstrekt chaotisch proces. De Duitse generale staf constateerde op 9 juli, dus dan zijn we om precies te gaan, zijn we dan 17 dagen verder, dat 50% van de oorspronkelijk aanwezige Russische divisies, dat die uitgeschakeld waren. De helft was niet meer aanwezig als effectieve vechteenheid. En half juli constateerden de Duitsers dat ze gewonnen hadden. Ze hadden in feite in een ruim 3 weken hadden ze de allergrootste militaire overwinning uit de menselijke geschiedenis behaald, dachten ze. Maar dan was klaarblijkelijk alle reden om dat te denken. Op 14 juli gaf Hitler opdracht om de productie voor het Oostfront om die te verminderen en in feite een andere richting voor de militaire productie te zoeken. Het ging er nu om het Britse Empire te verslaan op de lange termijn. En de productie moest gericht worden op de bouw van een reusachtige vloot en een luchtmacht die tegen Engeland zouden kunnen worden ingezet. En kennelijk ook Hitler dacht, het zit erop, we hebben gewonnen eigenlijk. En de vraag is natuurlijk, hoe is het mogelijk dat het Rode Leger in deze eerste weken van dat enorme, immense conflict het er zo ontzettend slecht heeft afgebracht. Dat het een dubbeltje op zijn kant is geweest. Terwijl dat in principe helemaal niet nodig was geweest. Daar waren een hele reeks van factoren voor verantwoordelijk. In de allereerste plaats natuurlijk de zuiveringen van de jaren 30, waarbij een groot deel van het Sovjet-officierenkorps door Stalins paranoïde ideeën om het leven was gebracht. Daar was aan debet de snelle en overhaaste reorganisatie van het Rode Leger na dat pijnlijke conflict met het kleine Finland in de winteroorlog van 39-40. Daar was een hele wonderlijke factor debet aan, namelijk dat door het Molotov-Ribbentrop-pact de westgrens van de Sovjet-Unie in heel eind was opgeschoven. Zodat nu in feite dat Rode Leger aan die nieuwe westgrens was opgesteld. Maar de defensieve constructies aan die nieuwe westgrens, die waren ze wel aan het werk aan, maar die waren nog lang niet klaar. Die waren grotendeels, waren daar nog geen kanonnen geplaatst, geen camouflage. In allerlei opzichten was dat een volstrekt voorlopige zaak waarvan je geen gebruik kon maken. Hoe kwam dat? Stalin heeft natuurlijk na dat Molotov-Ribbentrop-pact, na eind augustus 1939, gedacht, Hij vertrouwde Hitler ongetwijfeld voor geen cent, maar hij dacht toch, ik heb enkele jaren respijt. Ik kan enkele jaren benutten om sterke defensieve posities op te bouwen, gebruik maken van de terreinwinst die ik door het Molotov-Ribbentrop-pact heb gemaakt. En uiteindelijk heeft hij helemaal niet jaren respijt gehad, want door die verpletterende, razendsnelle nederlaag van Frankrijk, door het feit dat de Battle of Britain feitelijk door de Duitsers werd verloren, heeft hij precies 1 jaar respijt gehad. En 1 jaar respijt bleek in feite precies te weinig te zijn. Een volgende factor was dat die strategie van de Russen in feite veel te offensief was. Dat de tanks helemaal niet goed gebruikt waren. Dat de tanks voor een belangrijk gedeelte niet waren uitgerust met radiocommunicatie. En ja, uiteindelijk was een van de hoofdfactoren dat Stalin simpelweg niet wilde geloven dat de Duitsers op dat moment zouden gaan aanvallen. Zijn spionnen hadden hem dat gerapporteerd, Churchill had hem dat gerapporteerd. De dag voordat de Duitsers aanvielen is een Duitse soldaat overgelopen naar de Russen en die zei ze komen eraan. En wat heeft Stalin laten doen? Die heeft die man dood laten schieten. Ja, dat geeft, Stalin deed in feite aan een soort fanatieke appeasement van Hitler met het idee, het kan niet waar zijn. Ik had het op dit moment niet verwacht en dus kan het niet waar zijn.
Als de aanval al begonnen is, denkt Stalin nog enige tijd dat het een beperkte provocatie is. Dat het helemaal niet de grote aanval is, dat het een beperkte provocatie is. En dus ook dat heeft een rol gespeeld. Stalin, na 5 hopeloze dagen, ik geloof als Minsk valt of zoiets dergelijks, krijgt Stalin een soort van zenuwinzinking. Die vertrekt naar zijn dacha en die laat niet meer van zich horen. Totale stilte uit de dacha van Stalin. En het politbureau wacht enkele dagen af. En tenslotte gaat er een enigszins bescheten delegatie naar de dacha. En zegt van, ze zullen wel u gezegd hebben. Ik weet niet precies hoe dat in het Russisch is. Maar kunt u niet terugkomen? Kennelijk konden ze het alleen ook niet af. En Stalin komt tenslotte terug. Maar het is duidelijk dat hij hele moeilijke dagen heeft doorgemaakt. En hij houdt op 3 juli een toespraak waarin hij draconische maatregelen aankondigt en bovendien niet waar verklaart dat de oorlog tegen de Duitsers een vaderlandse oorlog zal zijn. Het gaat niet meer over het communisme, het gaat niet meer over de heilstaat, het gaat om moedertje Rusland. Ja, dat conflict duurt nu een beetje met die vaderlandslievende oorlog, maar vader en moeder samen, waarom niet? Ja, wat is er mooier dan een natie die in feite bestaat uit een ouderpaar? Ja, ik had me dat zo nooit gerealiseerd, maar je spreekt van vaderland en je spreekt van je moedertaal, dus kennelijk is er een soort, kennelijk zien wij de natie, volkomen onterecht overigens, een beetje als een soort van ouderpaar. Je moet daar enorm voorzichtig mee zijn, dat kan ik u wel verzekeren. Daar kunnen we dan, jammer genoeg, kunnen we daar niet nader op ingaan, op deze interessante problematiek. Eind juli, nog steeds zijn de Duitsers volledig overtuigd van het feit dat ze eigenlijk al gewonnen hebben. Maar goed, ze moeten nog wat omvangrijke operaties uitvoeren in die westelijke Sovjet-Unie. Eind juli besluit Hitler om die legergroep Centrum, ik heb u verteld, legergroep Noord, Centrum en Zuid, om die legergroep Centrum tijdelijk stil te zetten, wat minder sterk te maken en die troepen te gebruiken voor Noord en Zuid. Zodat Leningrad bereikt kon worden en ook in die Oekraïne vorderingen gemaakt kunnen worden. Dus legergroep Centrum is gedurende enige weken stilgezet. En ik begrijp dat achteraf gezegd is van als die dat nou niet had gedaan, misschien was het dan uiteindelijk wel net gelukt. Met name natuurlijk de bevelvoerders van legergroep Centrum hebben gezegd, als die ons onze gang had laten gaan, dan was het ongetwijfeld heel anders afgelopen. Of dat zo is, dat zullen we natuurlijk nooit weten. In september wordt legergroep Centrum weer hersteld en vanaf begin oktober gaat legergroep Centrum op weg naar Moskou. Maar oktober was een natte maand, sneeuw en regen. En ik geloof dat ik u al verteld heb dat de infrastructuur van de Sovjet-Unie, dat die stelde in feite helemaal niets voor. In de zin dat zodra het regende werd het één onafzienbare modderpoel en moesten de tanks meestal pauzeren. Ja, want u denkt natuurlijk dat een tank nou juist vanwege die rupsbanden overal doorheen kan rijden, maar dat is eigenlijk niet zo. Willen die tanks een beetje vaart maken en willen die rupsen niet al te zeer beschadigd raken, dan moet het terrein ook weer niet al te gruwelijk zijn. En dan nog, niet waar, zijn problemen met de rupsbanden, dat is een kernprobleem in feite bij alle tanks. Het is zelfs de vraag om op de lange termijn een soort van gevechtswagens wel moeten worden uitgerust met rupsbanden. Maar ook dat, met dat probleem zal ik u ook niet vervelen. Begin november begint het te vriezen. En dat was natuurlijk een voordeel, omdat daardoor de bodem weer zo hard was dat de Duitsers wel weer vordering konden maken. Maar dat was wel een betrekkelijk ambivalente zaak. Want het vroor namelijk in no time 30 graden. U zult zeggen, daar ben ik niet verbaasd over. Ik dacht dat dat altijd zo was in Rusland en daar heeft u groot gelijk in. Maar het probleem was eigenlijk omdat de Duitsers hadden gedacht dat de hele zaak 9 weken in beslag zou nemen. En dat ze al lang zouden hebben gewonnen tegen de tijd dat vadertje Winter, hemel weer een vader, vadertje Winter zijn opwachting zou maken dat het hele conflict dan beslist zou zijn. Hadden de Duitsers geen enkele voorbereiding getroffen voor de winter. 30 graden onder nul.
He, de antivries, als je geen het water in de radiatoren van de vrachtauto's bevriest, trouwens in het water in de radiatoren van alle motoren bevriest, de soldaten hun vingers en tenen vriezen eraf. U kunt zich er wel iets bij voorstellen, he, gesteld dat u gaat op een zomerse dag naar Loosdrecht, licht gekleed, en halverwege de middag begint het 30 graden te vriezen. U zegt nog tegen elkaar, fijn, kunnen we ook wel schaatsen vanmiddag, maar al vrij snel wordt het u duidelijk dat dat niet zo'n aangename toestand is. En eigenlijk kun je de Weermacht maakt weer wel vorderingen in die novembermaand. De Weermacht vordert tenslotte tot in de buitenwijken van Moskou. Maar dan is het ook eigenlijk een beetje op. Ook de Weermacht heeft, ondanks die immense successen van deze maanden, toch een forse slijtage opgelopen en is toch min of meer aan het eind van zijn Latijn. En ondertussen hebben de Russen eigenlijk achter Moskou enorme reserves opgebouwd. Met het idee ook om die Weermacht te laten komen en op het juiste moment dan in de tegenaanval te gaan. Ze konden dat ook doen, omdat ze natuurlijk ondertussen, we zitten nu dus eind november, begin december 1941, wisten dat de Japanners niet de Russen zouden aanvallen in Oost-Azië, maar dat de Japanners in feite in zuidelijke richting zouden trekken, hun expansie zouden richten op Zuidoost-Azië. We komen daar later wel over te spreken, dus de Russen namen geen risico door grote hoeveelheden verse troepen uit het Verre Oosten aan te voeren en achter Moskou op te sparen. En die hebben ze opgespaard tot 5 december 1941. Dat is natuurlijk niet toevallig, dat begrijpt u ook wel. Het is een hele geschikte dag natuurlijk om de Duitsers aan te vallen. U weet hoe belangrijk die Sinterklaas ook in wereldhistorisch perspectief is. Daar kunnen we ook jammer genoeg nu niet op ingaan vanavond. Ik wil u ook niet over de toekomst van het Sinterklaasfeest onderhouden. U weet dat die onder zeer grote druk staat. En dat het maar zeer de vraag is of we dat overeind zullen weten te houden. Ik moet u misschien oproepen om voortaan op uw linkergevers een rood mijtertje te gaan dragen. Dat kan van enorme algemene culturele betekenis zijn als u dat wilt doen. 5 december gaat Zhukov, de opperbevelhebber van het Rode Leger, eigenlijk zo'n beetje de enige persoon die bereid was om Stalin tegen te spreken. Als dat nodig was, op 5 december gaat Zhukov in de tegenaanval. En eind december is de Weermacht 280 kilometer naar het westen opgeschoven. 280 kilometer aan positie verloren. En dat was natuurlijk een volstrekt essentieel moment. Wat gelukt was tegen Polen, de blitzkrieg. Wat gelukt was tegen Frankrijk, een blitzkrieg, is tegen de Sovjet-Unie niet gelukt. Het scheelde geen haartje, maar het is niet gelukt. De Sovjet-Unie is gered. Waardoor? Door de ruimte. Door de draconische maatregelen die de Sovjet-autoriteiten hebben getroffen, waren natuurlijk ook een soort van autoriteiten die daar helemaal niet mee zaten, die een zekere natuurlijke neiging hadden tot draconische maatregelen, en natuurlijk ook dus vadertje Winter. Al die factoren bij elkaar hebben de Sovjet-Unie op het nippertje dat allereerste oorlogsjaar doen overleven. En dit zijn op zichzelf bijzondere dagen. December, begin december 1941. Want twee dagen nadat Zhukov in de tegenaanval was gegaan, zondag 7 december, dus kennelijk was het 5 december op vrijdag. Ja? Ja, u doet zo aarzelend dat ik denk, heb ik dat nou wel goed uitgerekend? Ik heb het hier niet genoteerd, dus ik doe dat zomaar uit het blote hoofd. En dan kan je maar zo'n foutje maken natuurlijk. Goed, op zondag 7 december 1941 vielen 360 Japanse vliegtuigen, opererend vanaf 6 grote vliegdekschepen, de Amerikaanse marinebasis in Pearl Harbor aan.
En de Amerikanen, al net als het Rode Leger, waren totaal verrast. Het was bovendien een zondag en u weet, ja, men neemt in het algemeen aan in de christelijke cultuur dat het niet fatsoenlijk is om op de dag des Heren in de aanval te gaan. Maar de Japanners die kijken daar heel anders tegenaan, dus die, nou ja, die zullen waarschijnlijk hebben, weet je wat, we doen het op zondag. Hoewel dat achteraf gezien eigenlijk niet zo verschrikkelijk verstandig zou blijken te zijn. Daar kom ik zo over te spreken. Er is natuurlijk, zoals u weet, een theorie waar die zegt, ja, Roosevelt wist ervan. Maar hij heeft het stilgehouden. Hij heeft het niet verklapt aan zijn vlootcommandanten, niet waar, zodat een zo groot mogelijke kladderadatsch zou ontstaan in die haven. Met als resultaat dat hij dan, dat Amerika dan vanzelfsprekend aan de oorlog zou gaan deelnemen. Ik kan u verzekeren, dat verhaal is niet waar. Ja, de meeste samenzweringsverhalen zijn niet waar. Dit verhaal is ook niet waar. Ja, de Amerikanen konden de Japanse codeberichten lezen, dat wel. Maar ze hadden ook wel een vermoeden dat er een Japanse aanval op het punt stond georganiseerd te worden. Maar ze wisten helemaal niet precies op welke dag en op welke plaats. Het had op allerlei plaatsen kunnen zijn. Dat vlooteskader waarvan ik sprak, die 6 vliegdekschepen met begeleiding, die hadden al dagen en dagen geen radiocontact onderhouden. Die waren als het ware geruisloos naar Pearl Harbor toegeslopen. Bovendien vanuit het noorden opererend. 75% van het luchtdoelgeschut van in Pearl Harbor, dat was onbemand. Ja, men zat in de kerk. Ja, je moet je prioriteiten kennen natuurlijk. En als gevolg daarvan zijn 6 Amerikaanse slagschepen tot zinken gebracht, plus nog een aantal kleinere schepen. Merkwaardig genoeg, de 2 belangrijkste schepen die opereerden vanuit Pearl Harbor, de 2 grote moderne vliegdekschepen, de Lexington en de Enterprise, die waren toevalligerwijze buitengaats voor een klusje en die zijn dus niet getroffen. Een van de wonderlijkste verhalen is dat de Engelsen hadden aan de Amerikanen een radarpost geleverd. U weet, de Engelsen zijn de uitvinders van de radar en die hadden aan de Amerikanen een radarpost geleverd en die hadden ze daar op zo'n berg van dat eiland geplaatst. En die operateur die zat daar te koekeloeren op dat scherm. En die dacht, er komt een enorme massa vliegtuigen aan. Zondagochtend. Zou dat nou kunnen wezen? Dus die belt, u weet hoe dat gaat, hè? Die belt met zo'n draaiapparaatje, belt die zijn chef op en zegt, yes, er komt een heleboel vliegtuigen aan. Nou, zegt die chef, dat heeft niks te betekenen. Dat zijn onze eigen toestellen, die zouden vandaag uit de continentale Verenigde Staten. Dus zet de boel maar uit en kom maar hier naartoe. Tja, en dat heeft hij gedaan. Als je de beelden ziet, als u de foto's ooit gezien heeft, u films heeft gezien van Pearl Harbor, dan denkt u dat het ziet er verschrikkelijk uit met opstijgende zwarte rookkolommen. En nou ja, je denkt dat komt nooit meer goed. Maar in feite was de schade die in Pearl Harbor is geleden zeer beperkt. Omdat ze allemaal in de kerk zaten, waren ze niet dood. Als ze allemaal aan boord waren geweest, dan zou dat dramatische effecten hebben gehad. Ja, ik wil hier verder geen religieuze beschouwing aan vastknopen. Dat zou mij te ver voeren op een blasfemisch pad wat ik hier vandaag niet wil bewandelen. Het aantal slachtoffers was kleiner dan het aantal slachtoffers bij de aanslag op de Twin Towers. Het waren er 23 of 2400 ongeveer. En dat niet alleen, die haven van Pearl Harbor is heel ondiep. Dus die slagschepen waren wel gezonken, maar die staken gewoon boven het water uit. Die lagen met hun bodem op het zand, om het maar even zo te formuleren. En hoe gek ook, van die 6 uitgeschakelde slagschepen zijn er 4 op zeer korte termijn weer in dienst getreden. Er is er 1 die heeft het niet overleefd, die eerste aanval niet, dat is de Arizona. Als u daar bent kunt u gaan kijken, kunt u misschien liggen onder water, zal ik maar zeggen. U weet, dat is een enorm feeriek gezicht. We zijn dol op grote scheepswrakken, dat is een van de grote liefhebberijen van de moderne mensheid. Ik weet ook niet waarom, maar dat schijnt zo te wezen. Denkt u aan de Titanic? Misschien moeten ze weer eens een nieuwe bouwen, dan kunnen we die dramatisch laten zinken.
Hè? En er was nog een slagschip zo zwaar beschadigd, dat hebben ze teruggesleept naar de Verenigde Staten, maar dat is tijdens de sleep is dat gezonken. Maar dus de vier overblijvende zijn in no time weer boven water gehaald, gerepareerd en die konden weer deelnemen aan de oorlog, waarin ze overigens een betrekkelijk marginale rol hebben gespeeld, want de oorlog in de Pacific was weliswaar een typische zeeoorlog, maar daarin speelde het vliegdekschip in feite een absoluut essentiële rol. En niet meer die traditionele slagschepen. Het Japanse succes zou van zeer, zeer tijdelijke aard blijken te zijn. Binnen 6 maanden verloren de Japanners in feite het initiatief van de oorlog in de Pacific. Maar laat ik eerst even heel kort duidelijk maken wat de Japanners eigenlijk precies beoogden, wat hun ambities waren. Net als de Duitsers, net als de Italianen, hadden zij imperiale ambities. De Italianen het Mare Nostrum, de Duitsers wilden een reusachtig empire in het westelijk deel van Rusland. En de Japanners meenden dat ook, dat zij zonder een imperium niet zouden kunnen overleven. Zonder een imperium wat voedsel en grondstoffen zou kunnen aanleveren, niet waar, zouden de Japanse eilanden op den duur het niet goed kunnen doen. Omdat, zoals u weet, de Japanse eilanden zelf helemaal geen bijzondere hulpbronnen hebben. En vandaar dat zij al in 1931 had Japan al Mantsjoerije veroverd. En vanaf 1937 hadden de Japanners grote delen van China veroverd. En u begrijpt, op het moment dat de Duitse Weermacht Nederland en Frankrijk onder de voet had gelopen in 1940, ging er bij de Japanse imperiale leiding een belletje rinkelen. Want dat betekende dat de Franse en de Nederlandse koloniën in de Oost, dat die ontzettend kwetsbaar waren geworden. Dit was een unieke kans voor de Japanners om in feite in één grote slag wellicht heel Zuidoost-Azië in handen te krijgen vanwege die Greater East Asian Co-Prosperity Sphere die de Japanners meenden dat door middel van militair geweld moest worden gerealiseerd. Op zichzelf waren al die imperiale dromen van toen, dat was eigenlijk een soort atavisme. Men keek niet naar voren, men keek naar achteren. Dat empire van de Engelsen, waar iedereen zo diep van onder de indruk was, was een bouwwerk waarin elke dag een nieuw scheurtje kwam. En zoals we weten is dat na 1945 is dat eigenlijk in no time in elkaar geschrompeld en verdwenen. En ja, Engeland is een tweede, zo niet derde rangs mogendheid geworden. En nog gekker is natuurlijk het feit dat Japan een oorlog heeft gevoerd voor de creatie van een reusachtig imperium. Die oorlog heeft Japan kansloos verloren. En na de Tweede Wereldoorlog, nietwaar, is het economische succes van Japan zo groot geworden dat ze eigenlijk zonder enig geweld, maar gewoon met geld, transistorradiootjes en Honda-bromfietsen, de Greater East Asian Co-Prosperity Sphere hebben gerealiseerd. Daar zie je aan, je hoeft het helemaal niet te veroveren. Er is niets stommer, dames en heren, dan oorlog voeren als het niet dringend noodzakelijk is. Ik wil u dat als een wijze les meegeven. In alle denkbare omstandigheden, voer geen oorlog als, zolang ze niet met een mes op uw keel staan, of dreigend op u afkomen, zou ik zeggen, hou het vredig. Want, kijk eens, je kunt ook heel paradoxaal zeggen, wie zijn de grote succesnummers van de wereld na de Tweede Wereldoorlog? Tot op zekere hoogte de Duitsers en de Japanners. Ik bedoel, economisch gezien dan. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen, wat u moet doen is een oorlog voeren, verpletterend verslagen worden. Dat is eigenlijk ook niet, dat is ook niet de bedoeling. De Japanners zagen hun kans schoon en in de zomer van 1941 veroveren zij Frans Indochina. En dat wordt door de Amerikanen beantwoord met een olie- en staalembargo. En dat trof de Japanners wel degelijk, want die hadden dus, zoals alle andere asmogendheden, ook permanent tekorten op deze terreinen. En in de zomer van herfst van 1941 is er onderhandeld tussen de Japanners en de Amerikanen over de condities waaronder de Amerikanen bereid zouden zijn om het embargo weer op te heffen.
En de Amerikanen zeiden, dat willen we wel doen. Maar dan moet je zowel Frans Indochina als China zelf, dat moeten jullie ontruimen. Dat was voor de Japanners totaal onacceptabel. En zij besluit op 5 november 1941 dan maar liever oorlog te voeren. In feite, dames en heren, een suïcidaal besluit. En je moet je afvragen, waarom hebben ze dat gedaan? Ze waren zich wel enigszins bewust van de krachtsverhoudingen, maar zij miskenden eigenlijk, zij dachten eigenlijk dat de Amerikanen, dat dat een beetje een decadent volk was. Ja, misschien door negermuziek en men had de merkwaardigste, ja, dat dacht Hitler namelijk ook, dat de Amerikaanse mentaliteit door negermuziek ernstig was ondermijnd. Daar lacht u nou om, hè? Maar er zijn Nederlandse schoolagenda's van de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog, waarin een diepe dankbaarheid wordt uitgedrukt voor onze bevrijders, maar waarin wel strak gewaarschuwd wordt voor negermuziek. Hè? Ja, vooral meisjes kunnen daardoor in een... Nou ja, ik wil dat nou verder niet uitwerken, maar daar kunnen de grootste ongelukken kunnen daarbij passeren. Ja, het idee was, en de Japanners dachten, als wij nu in die westelijke Pacific een soort egelstelling opbouwen, al die eilandengroepen, die gaan we versterken. En dan bezetten we ook de Filipijnen en dan lokken we de Amerikanen eigenlijk in die egelstelling. En dan zullen we ze zulke grote verliezen toebrengen dat ze er uiteindelijk maar vanaf zullen zien om ons te beroven van onze veroveringen. Dat was eigenlijk het idee. Maar er waren ook wel Japanse officieren die begrepen, zeker in de top van het leger, dat het uiteindelijk dat ze uiteindelijk zouden verliezen. Dat het inderdaad daadwerkelijk een suïcidale operatie was. Aansluitend aan de aanval op Pearl Harbor werd Malakka veroverd, Nederlands-Indië veroverd, de Filipijnen veroverd en Burma veroverd. Bij dit alles overigens wisten de Amerikanen wel wat de Japanners gingen doen, want ik heb het u al gezegd, maar het is zinvol dat u het zich steeds herinnert. Men was in staat om de Japanse codeberichten te lezen, omdat de Japanners nog een stuk slordiger waren met de codes dan de Duitsers waren. En omdat de Amerikanen die codeberichten konden lezen, kwamen ze erachter dat de Japanners van plan waren om een landing uit te voeren op de zuidkust van Nieuw-Guinea, begin mei. Waardoor natuurlijk, als u even de kaart voor de geest haalt, in feite ook Australië bedreigd leek te worden door die immense Japanse militaire expansie. En om dat te verhinderen hebben de Amerikanen een eskader gestuurd naar de Koraalzee. Prachtige term op zichzelf, naar de Koraalzee. En daar is het gekomen tot een treffen tussen de Japanse onderdelen van de Japanse vloot en dat Amerikaanse eskader, waarbij overigens de Amerikanen meer schade opliepen dan de Japanners. Maar de Japanners zagen af van die landingspoging op de zuidkust van Nieuw-Guinea. En daarmee was het gevaar op zichzelf voor Australië afgewend. Een eerste kleine tegenslag in die grote expansiebeweging. En nu overwogen de Japanners om een operatie uit te voeren die eigenlijk in één slag een eind zou maken aan de Amerikaanse vloot in de Pacific, voor zover daar dan dus na Pearl Harbor iets van over was. En daartoe hadden ze een enorm subtiel plan opgesteld. Zij zouden een deel van de Amerikaanse vloot zouden ze weglokken naar het noordelijk deel van de oceaan. En dan zouden ze bij het eiland Midway zouden ze afrekenen met wat daar nog over was van de Amerikaanse vloot. Een enorm prachtig plan. Het probleem was alleen dat de Amerikanen het plan hadden afgeluisterd. En de Japanners in feite in nog subtielere wijze in de val hebben laten lopen. Ze hebben daar hun drie grote vliegdekschepen op een voortreffelijke wijze opgesteld. En dat leidt tot de slag bij Midway. En die slag bij Midway die is voor de Japanners werkelijk dramatisch slecht afgelopen. Want ze hebben bij die slag 4 grote vliegdekschepen verloren en eigenlijk alle initiatief in de Pacific. Het was een dodelijke slag voor de Japanse vloot in de Pacific. Ze zijn nooit meer in staat geweest om die verliezen werkelijk te compenseren. Als je overigens leest over de slag bij Midway, dat is
de raarste reeks van missers, toevalligheden, wonderbaarlijke gebeurtenissen die u ooit heeft gezien. Maar die resulteren er uiteindelijk in dat de Amerikanen daar een enorme overwinning behalen. Het was na de Battle of Britain eigenlijk de eerste grote geallieerde overwinning in de Tweede Wereldoorlog. En vanaf dat moment is het ook afgelopen met de Japanse expansie. Ik denk dat dit een geschikt kuchmoment is, al moet ik u wel aankondigen dat we dan na de pauze zal het erom spannen of ik dat in 40 minuten op heldere wijze voor het voetlicht zal brengen. Dus ga maar flink kuchen. De vraag dringt zich natuurlijk op, waren deze eerste twee weken van december 1941 het grote keerpunt van de Tweede Wereldoorlog? Niet waar, de Duitse campagne tegen Rusland was op zijn minst een lange termijn affaire geworden. Amerika was in de oorlog betrokken geraakt door de Japanse aanval op Pearl Harbor. Wat moeten we daar eigenlijk precies van denken? Toen Hitler hoorde dat de Japanners Pearl Harbor hadden aangevallen, was hij uitgelaten. Hij was ervan overtuigd dat dat betekende dat de asmogendheden de oorlog zouden winnen. Hij dacht dat de Japanners in staat zouden zijn om de Verenigde Staten vast te zetten in de Pacific, zodat hij er de eerste jaren geen last van zou hebben en alsnog dat reusachtige Europese conflict zou kunnen winnen. Hij besloot ook direct om een toespraak tot de Rijksdag te houden op 11 december... waarin hij de Verenigde Staten de oorlog verklaarde. Als een soort van solidariteitsverklaring aan wat de Japanners hem hadden geleverd. Dat ze de Verenigde Staten eigenlijk naar zijn eigen gevoel voorlopig van Europa hadden weggehouden. Had hij de Verenigde Staten de oorlog moeten verklaren? Nee. Alliantietechnisch was dat niet nodig. Alleen als de Verenigde Staten zelf zouden zijn aangevallen, dan was het een alliantieverplichting geweest. Maar nu was het eigenlijk een daad van vrije wil. Hitler had al heel lang besloten dat als de Japanners de oorlog zouden verklaren aan de Verenigde Staten, dan zou hij in principe dat ook doen. Het interessante is dat op precies dezelfde dag Churchill tegen zijn medewerkers zei, toen hij hoorde dat de Japanners Pearl Harbor hadden aangevallen, dan hebben we toch de oorlog gewonnen. En u weet, ja, daarom is misschien het woord ontknoping niet helemaal geschikt voor de volgende week, maar u weet, Churchill heeft gelijk gekregen en Hitler heeft geen gelijk gekregen. Maar de vraag is natuurlijk, had Churchill op dat moment ook gelijk? Ja, achteraf gezien heeft hij volledig gelijk, maar had hij ook gelijk op dat moment in 1941? Kortom, de vraag is, had Duitsland in december 1941 de oorlog verloren? Ja of nee? Laten we eerst eens kijken of daar argumenten tegen het idee dat Duitsland de oorlog al verloren had, zouden kunnen worden geleverd. De asmogendheden hadden nog steeds het initiatief. Japan had net Pearl Harbor aangevallen. Duitsland zou nog een reusachtig zomeroffensief ontketenen in 1942. Midway liet nog 6 maanden op zich wachten. De strategische bombardementen, ik heb ze u beschreven, hadden eigenlijk nauwelijks enig serieus effect op de hele oorlogvoering. De slag op de Atlantische Oceaan was nog niet gewonnen. En er zijn daarom militaire historici die zeggen, nou, je kunt niet zeggen dat Duitsland de oorlog verloren had in december 1941. Iemand als Overheid bijvoorbeeld, die zegt, Duitsland had eigenlijk pas definitief de oorlog verloren in de zomer van 1943. Maar ik moet u zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk dat je de vraag iets anders moet formuleren. De vraag is, konden Japan en Duitsland in december 1941 de oorlog nog vlug winnen? Daar ging het om. Want als ze hem niet vlug konden winnen, dan zouden zij de productieslag tegen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, die zouden ze verliezen. Alleen al tegen de Verenigde Staten zouden ze dat verliezen. Dus als ze op dit moment nog konden winnen, dan zou je moeten kunnen aantonen dat ze vlug konden winnen. En konden ze vlug winnen, dat zat er eigenlijk op dat moment helemaal niet zo in. Van Japan kun je zeggen, dat had in feite geen enkele kans, heeft nooit een kans gehad. Had Duitsland dan kunnen winnen, want dan moet je kunnen aantonen dat Duitsland in 1942
de oorlog nog vlug had kunnen winnen. En we zullen zo zien dat het Duitse zomeroffensief weliswaar van aanzienlijke omvang was en aanzienlijke ambities had, maar eigenlijk niet de ambitie had om het op het hele front, langs het hele Oostfront, in feite een beslissende slag te slaan. Het ging in feite maar om een onderdeel van dat Oostfront. Je zou moeten zeggen, als Duitsland de oorlog had willen winnen, dan had dat in 1941 moeten gebeuren. Dus dan zijn we weer terug bij dat dilemma van die legergroep Centrum, Noord en Zuid. Hadden ze niet alles uit de kast moeten halen om de Sovjet-Unie aan te vallen in 1941, in plaats van maar heel partieel in feite hun eigen economie, hun eigen samenleving te mobiliseren. Als er ooit een kans is geweest, en gedeeltelijk is dat natuurlijk de benefit of hindsight, maar als er ooit een kans geweest is voor Duitsland om de oorlog te winnen, dan was dat in 1941. En in december 1941 kon het niet meer. Het is ook wel interessant dat diverse mensen tegen Hitler hebben gezegd, de Führer, realiseert u zich dat we de oorlog niet meer kunnen winnen. He, ze zeiden niet we hebben verloren, ze zeiden we kunnen niet meer winnen. Dat zei Fritz Stout, die chef was van die hele immense logistieke en productieve organisatie van het Derde Rijk. Maar dat zei ook Alfred Jodl tegen de Führer, je kunt niet meer winnen. En er is natuurlijk nog een punt, want u zou nog kunnen beargumenteren, hè, misschien heeft u dat al tegen uw buurman of buurvrouw gefluisterd, maar er had toch misschien een soort deal gemaakt kunnen worden. Zo van, oké, we kunnen niet meer winnen, maar laten we diplomatieke onderhandelingen beginnen en laten we er het beste uithalen wat we eruit kunnen halen. Maar dan miskent u denk ik toch het essentiële karakter van Adolf Hitler. Adolf Hitler was iemand, het was de dood of de gladiolen. En, nou ja, en u weet, het is de dood geworden in zijn geval. Het idee dat Hitler zou gaan onderhandelen en dat er tenslotte een soort compromis uit zou zijn gerold, dat zat er toch eigenlijk in feite niet in. Dus ik denk dat je kunt constateren, althans ik constateer het, dat in feite de oorlog voor Duitsland en Japan halverwege december 1941 was verloren. Feit is wel natuurlijk dat we vervolgens nog 3,5 jaar hebben doorgevochten. Laat ik u ook een belangrijk punt nu duidelijk maken, wat vaak te weinig aandacht krijgt, waaruit ook blijkt dat de Duitsers eigenlijk in een betrekkelijk kansloze positie verkeerden. En dat betreft de economische mobilisatie en de oorlogsproductie van de verschillende belligerenten. In het algemeen waren de geallieerde economieën veel beter gemobiliseerd voor de oorlog dan de Duitse economie. En het meest indrukwekkende geval was ongetwijfeld de Sovjet-Unie. Want terwijl niet waar dat Rode Leger zich chaotisch terugtrok of krijgsgevangen werd gemaakt, hebben de Russen 2500 militair fabrieken waar militaire goederen werden geproduceerd, gedemonteerd, op spoorwegwagons gezet en naar achter de Oeral getransporteerd. Waarbij 25 miljoen mensen meegeëvacueerd zijn die in die fabrieken te werk gesteld zouden worden. De grote tankfabriek van Kharkov is 10 weken nadat die was afgebroken in Kharkov, is die achter de Oeral weer vol in productie geraakt. 10 weken, moet u zich voorstellen. Waarbij vaak de woon- en leefomstandigheden van de arbeiders een volstrekt penibele indruk maakten. Als u wil weten wie de grootste offers heeft gebracht voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog, dan geldt dat toch in de allereerste plaats het Russische volk. Een volk wat eigenlijk de hele 20e eeuw een onbegrijpelijke hoeveelheid pech gehad heeft. En nu leek het er een paar jaar geleden eindelijk redelijk uit te zien, vallen ze in handen van het afschuwelijke kleine boefje, waar ik nu verder niet over kan doorgaan. Ja, dat is pas tragisch toch. En bovendien denken ze, dat is misschien nog diepere tragiek, bovendien denken ze dat boefje nog wel een redelijke prestatie heeft geleverd. Dat is pas erg. Het herstel van de Sovjet-oorlogproductie in 1942 is een van de meest opmerkelijke zaken die zich in de Tweede Wereldoorlog heeft voorgedaan. Ik ga u nu wat cijfers geven waar u dat zelf ook uit kunt concluderen.
In 1941 produceerde de Sovjet-Unie 18 miljoen ton staal. En in 1942 was dat 8 miljoen ton, 10 miljoen ton minder. Duitsland produceerde in beide jaren 28 miljoen ton staal. Dus ruim driemaal zoveel als de Sovjet-Unie produceerde in 1942. 3,5 maal zoveel. De tankproductie in 1941 was 6600 stuks in de Sovjet-Unie. 5200 stuks in Duitsland. Ook toen dus al een aanzienlijk kleinere Duitse productie dan Sovjet-productie. Maar nu 42. Met die veel kleinere staalproductie, veel kleiner dan de Duitse, produceerde de Sovjet-Unie in 42 24.000 tanks. Duitsland 9300. Hè? Met een veel grotere staalproductie. Van een totale economische mobilisatie was in Duitsland nog in 41, nog in 42 sprake. De Sovjet-Unie bouwde in 42 10.000 vliegtuigen meer dan Duitsland. Dat was allemaal het gevolg van niet waar die draconische maatregelen die ze hadden genomen, maar desalniettemin, ze hadden die draconische maatregelen genomen en de Duitsers hadden dat voorlopig niet gedaan. De Russen bouwden in het algemeen simpele en sterke wapens in een proces van even simpele massafabrikage. Ze bouwden bijvoorbeeld slechts 2 tanks, waarvan er 1, de T-34, er staat nog een exemplaar in het Oorlogsmuseum in Overloon. U kunt het gaan bekijken en bekloppen. Ja, het zal wel even duren voordat hij helemaal weggeroest is. Het kan nog wel een paar eeuwen duren misschien. De T-34 was eigenlijk in allerlei opzichten de beste tank van de Tweede Wereldoorlog. Ook een betrekkelijk simpel ding, maar precies geschikt voor de taak waarvoor die was ontworpen. Kijken we nu naar de Amerikanen. Hoe wonderlijk dit ook klinkt als het over de oorlog gaat. De Tweede Wereldoorlog was voor veel Amerikanen een haast paradijselijke toestand. De Tweede Wereldoorlog heet ook in Amerika de Good War. En dat is ook wel begrijpelijk als u denkt dat op een bevolking van zo'n 100 miljoen mensen toen, minder dan een derde van wat het nu is, slechts minder dan 400.000 slachtoffers zijn gevallen bij gevechtshandelingen. In de Verenigde Staten was eigenlijk vrijwel nergens gebrek aan. De benzine was weliswaar op rantsoen, maar een stuk goedkoper toch nog dan die nu is. De autoproductie was tijdelijk gestaakt, maar ze hadden er een heleboel al, dus dat was ook niet zo verschrikkelijk. En tussen 39 en 44 kunnen 20 miljoen mensen extra aan het werk in de Verenigde Staten. De toestand van de economie was natuurlijk door de depressie sterk beïnvloed en nu, niet waar, was in feite Amerika booming. Binnen een jaar schakelen de Amerikanen over van een vredeseconomie op een oorlogseconomie. In 42... produceerden ze al meer militaire goederen dan alle asmogendheden bij elkaar. In feite werden de Verenigde Staten in 4 jaar de militaire supermogendheid die ze sedert die tijd zijn gebleven. Ze hebben in totaal 60% van de hele geallieerde militaire uitrusting geproduceerd. Ik geef u weer wat fijne getallen. Ze hebben 297.000 vliegtuigen geproduceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. 193.000 kanonnen. 36.000 tanks, weliswaar vrij matige tanks, maar desalniettemin. 2 miljoen vrachtauto's en 8800 oorlogsschepen. Plus dan nog enkele duizenden landingsboten die we voor het gemak niet meetellen. De Amerikanen hebben 16 maal zoveel schepen geproduceerd als de Japanners. En een mooi voorbeeld is het Liberty-schip, een simpel soort van vrachtschip, wat de Engelsen in Amerika hadden besteld. In totaal zijn er 2700 gebouwd en toen ze daar net mee begonnen duurde het een jaar om een Liberty-schip te bouwen. En aan het eind van de oorlog bouwden ze een Liberty-schip in 8 dagen. Dat geeft u enige indruk van de rationalisering van de productie. Dat wil zeggen, de onderdelen werden op allerlei plaatsen in elkaar gelast en vervolgens werden die just-in-time aangevoerd en dan in een week in elkaar gelast tot een Liberty-schip. U moest zich daar niks groots van voorstellen, was zo'n Liberty-schip, maar toch, het was een indrukwekkende prestatie. De Ford-fabrieken, die in hun pieren eentje meer militaire goederen hebben geproduceerd dan de hele Italiaanse economie. Ja, sorry, dat die Italianen, klap op klap. Hè. Het is droevig, maar goed.
dan moet je ook maar niet zo'n minister-president hebben. Hè, dat, ja, dan moet een beetje rechtvaardigheid zijn in deze wereld. Ford heeft een speciale fabriek gebouwd waarin elke 63 minuten een B-24 Liberator werd gebouwd. He, dus in de tijd die ik ongeveer nodig heb om dit te beschrijven, produceerden zij een B-24. Die hier niet in de aula zou kunnen. Of ja, nee, dat zou niet lukken. He, stel u dat dus eens voor, hoe lastig het is. Een auto bestaat uit ongeveer 5000 onderdelen. Een vliegtuig uit ruim 10 maal zoveel onderdelen. Wat een enorme klus het is om dat aan de lopende band te produceren. De Amerikanen moesten natuurlijk ook een totaal nieuw leger opbouwen. In 1941 en 1942 hebben ze een totaal nieuw leger uit de grond gestampt. En dat leger dat had een wereldhistorische primeur. Dit is het eerste leger ooit wat geen paarden gebruikte. Wat volledig gemobiliseerd was. Wat op wielen stond. Of het nu een jeep was, of personeel, carriers, of vrachtauto's, of tanks. Er kwam geen paard aan te pas. Terwijl alle andere legers nog enorme hoeveelheden paarden hadden, die allemaal op enorm tragische wijze gesneuveld zijn. Ja, ik wil nou niks zeggen over dat gruwelijke lot van paarden, maar het blijkt dat, ja, dat zal u niet verbazen, de Engelsen hebben een monument ergens neergezet voor het anonieme dier wat in de Tweede Wereldoorlog, het anonieme huisdier wat de Tweede Wereldoorlog niet heeft overleefd. Het verbaast u natuurlijk ook niet dat de Engelsen dat gedaan hebben. De Amerikanen hebben voor $50 miljard goederen aan hun bondgenoten geleverd. Het grootste gedeelte aan Engeland, maar toch ook een enorme hoeveelheid aan de Sovjet-Unie. Aan de Sovjet-Unie leverden ze 350.000 vrachtauto's, 78.000 jeeps. Ja, ik ben dol op die getallen. Hè. Dus u zult ze wel niet allemaal onthouden, maar toch, het is interessant om te horen. 2000 locomotieven, 11.000 wagons, 540.000 ton rails en voor elke Russische soldaat, voor elke dag, 1 rantsoen waar de betrokkenen eventueel van zou kunnen overleven. Waarmee natuurlijk de bekende vraag rijst, hadden de Russen het wel kunnen klaren zonder Amerikaanse hulp? Ja, dat hadden ze. Omdat de Amerikaanse hulp eigenlijk pas op gang komt op een zodanige wijze dat we tot deze reusachtige getallen kunnen komen als de Russen al het beslissend het initiatief hebben genomen in de strijd aan het Oostfront. Het zal u duidelijk zijn, bij dit alles heeft Duitsland de boot gemist. In 1939 gaven de Duitsers 25% van bruto nationaal product uit aan oorlogvoering. Dus je zou kunnen zeggen, Duitsland was beperkt gemobiliseerd. En dat ze de boot hebben gemist, betekent dat ze tussen 1939 en 1942 er niet in geslaagd zijn om hun economie, hun hele samenleving zodanig te mobiliseren dat ze optimaal gebruik konden maken van de mogelijkheden die ze hadden. Als de Duitsers zich net zo draconisch gemobiliseerd hadden als de Sovjet-Unie, hadden ze zeker evenveel oorlogsmateriaal kunnen produceren als de Sovjet-Unie heeft gedaan. Maar daar zijn ze dus uiteindelijk, dat we zeggen, ik wou gaan zeggen, daar zijn ze niet in geslaagd. Ze hebben hun productie verdrievoudigd tussen het eind van 1941 en 1944. Maar precies te laat. Die Fried Stoot, waar ik het even over had, die is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Speer heeft toen de leiding van die oorlogsproductie op zich genomen. Die heeft de productie verdrievoudigd. Maar de Duitse oorlogsproductie bereikt zijn hoogtepunt in 1944. Ja, te laat. Duitsland heeft productietechnisch de boot gemist. We kunnen het niet anders formuleren dan op die wijze. Dat kwam ook een beetje omdat de Duitsers perfectionisten waren. Dat kwam ook een beetje omdat de Duitsers hun productie niet gerationaliseerd hadden. De Duitsers produceerden 424 verschillende types vliegtuig. Toen de Duitsers duidelijk werd dat de Russen betere tanks hadden dan de Duitsers, hebben ze 2 nieuwe tanks ontworpen, de Tiger en de Panther. Na alle waarschijnlijkheid, alle deskundigen zijn het daar geloof ik wel over eens, was de Tiger de beste tank van de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, het was een enorm groot, uiterst gecompliceerd toestel, wat bijvoorbeeld slecht gerepareerd kon worden te velden. Dus was er iets kapot, dan moesten ze op de trein terug naar Duitsland, dan moest het gerepareerd worden, dan kwamen ze weer. Nou ja, u begrijpt, hè? Je kunt veel beter 30.000 T-34's produceren, als er iets kapot is, laat je ze gewoon in de sloot liggen.
dan dat. He, de Duitse wapens waren eigenlijk zonder uitzondering van superieure kwaliteit. Het is eigenlijk dezelfde reden waarom u ook vandaag koopt u niet gauw een Jiguli. He, u koopt liever een Duitse auto. He, u koopt liever een Mercedes dan een Cadillac. He. En ja, nu hebben ze, we maken ze er ook ruim voldoende van, maar toen dus eigenlijk niet. De Duitsers hebben ook enorm veel tijd en geld gestoken in de zogenaamde wonderwapens. Dat noemden zij de Vergeltungswaffen, de V1 en de V2. In feite gepreludeerd op de ontwikkeling van de militaire technologie na de Tweede Wereldoorlog. Maar nog de V1, nog de V2 heeft enige invloed gehad op de uitslag van de oorlog. Dat waren volstrekt. Er zijn 2400 V1's op Londen gevallen en er zijn 600 V2's op Londen gevallen. En dat stelt niet, ja, je zult er maar net één op je hoofd hebben gekregen, maar dat stelde eigenlijk in het oorlogsgebeuren helemaal niets voor. Ja, als u er even over nadenkt, stel je voor dat de Duitsers een atoombom hadden ontwikkeld, die ze met die V2 hadden kunnen afschieten, dan had de hele oorlog er totaal anders uitgezien. En natuurlijk zijn er ook aan geallieerde kant angsten geweest dat de Duitsers dat eventueel zouden doen. De Duitsers hebben op dat punt eigenlijk geen enkele significante vordering gemaakt. Dan gaan we nu door met de strijd aan het oostfront. In begin 1942 was Rusland er slecht aan toe, miljoenen krijgsgevangenen gemaakt, de productie toch sterk teruggevallen. Maar ook de Weermacht had aanzienlijke slijtage opgelopen. Het was al duidelijk dat de Duitsers niet meer konden doen dan een betrekkelijk beperkt offensief. En de generale staf was opnieuw van mening dat dat offensief in de centrale sector zou moeten worden ondernomen, waar ook het Russische front het sterkste was. Dat zou ook het meest een bedreiging zijn voor de Russische positie, maar Hitler wou dat niet. Hitler wou een aanval in zuidoostelijke richting op weg naar de Russische oliebronnen. Dat was zijn idee. Een dubbele aanval, één stuk zou richting Stalingrad gaan, een belangrijke strategische post, die dan later een soort obsessie wordt, zowel voor de naamgever van de stad als voor Adolf Hitler. En het andere poot van die aanval zou richting de oliebronnen gaan. En in dat offensief maken de Duitsers fantastische vorderingen. In feite was dat steppenlandschap van Zuidoost-Rusland, dat was geknipt voor die Duitse panzerdivisies. Ze bereiken ook de eerste olieputten, maar die zijn allemaal opgeblazen, die staan in brand, daar hebben ze niet zo verschrikkelijk veel aan. En ze bereiken ook Stalingrad. En in Stalingrad had Zhukov eigenlijk weer hetzelfde plan als hij ook al bij Moskou had gehad. Hij dacht, ik vang de Weermacht op in die stad. Je weet, die stad is werkelijk totaal, maar dan ook compleet aan fladder geschoten. En dan laat ik de Weermacht zich uitputten bij die stadsgevechten, waar die Weermacht eigenlijk helemaal niet verschrikkelijk goed in is. De Russen zelf waren altijd bereid om min of meer onbeperkte offers te brengen. Dat was een, Stalingrad is een soort van hel. Stalingrad was zo erg dat de zwerfhonden spontaan de Wolga overzwommen om maar te ontsnappen aan, niet waar, de hel van Stalingrad. En uiteindelijk hebben de Duitsers op één punt de Wolga bereikt op 9 november, maar ze waren in feite totaal uitgeput. En al die tijd had Zhukov weer opnieuw grote reserves opgebouwd boven en onder Stalingrad. Die zich in eerste instantie richtten op de Duitse hulptroepen, want dat noordelijke en zuidelijke deel, dat werd verdedigd door Roemenen, Hongaren en, Italianen. En de Russen hadden al wel zo'n vermoeden dat dat niet zulke ongelofelijke tijgerachtige vechters zouden zijn. Dat hadden ze scherp gezien. Op 19 november begint een enorm Russisch offensief en na 4 dagen worden in feite 330.000 Duitsers van het 6e leger in de val, lopen in de val. Hè, wordt die omsingeling door het Rode Leger gesloten. Op dat moment was een uitbraak nog zeer wel mogelijk geweest. Maar Hitler zegt geen sprake van, geen stap terug. Stalingrad moet tot elke prijs behouden blijven, jullie blijven daar. Göring had beloofd 500 ton rommel aan te leveren via de Luftwaffe. Het is nooit meer dan 100 ton geweest.
Ja, en zo heeft zich daar niet waar een soort van geleidelijk aan een drama ontwikkeld. En de Duitsers hebben op 31 januari 1943 zitten we ondertussen, hebben ze gecapituleerd. Ondanks het feit dat Paulus net door Hitler was benoemd tot veldmaarschalk. Hij dacht dat helpt wel een beetje, maar dat heeft niet echt geholpen, waardoor Hitler natuurlijk extra verontwaardigd was. Was dat nou weer een keerpunt? Ja, we kunnen niet aan het keerpunten blijven natuurlijk. Ja, als u dat wil, maakt u er weer een keerpunt van. Maar in feite is dit een fase in een langere ontwikkeling, waarbij in feite het Rode Leger steeds sterker wordt en de Weermacht een steeds grotere slijtage oplevert. Dan komen we tenslotte tot wat Overy dan het beslissende keerpunt noemt, maar wat volgens mij dat dus eigenlijk niet is. En dat is de slag om Koersk in 1943. Voor het laatst gaan de Duitsers in het offensief aan het Oostfront. Maar daar is in feite de objectieve situatie, die is daar grondig veranderd. Het Rode Leger heeft nu een kleine 7 miljoen mensen onder de wapenen aan het Oostfront. En de Weermacht nog niet eens 50% van die sterkte. Maar de Duitsers dachten, er zat namelijk, als u moet thuis maar even op de kaart kijken, er zat namelijk aan het Oostfront een soort van bult ter hoogte van de stad Koersk. Vandaar dat we spreken van de slag bij Koersk. En de Duitsers dachten, als we die bult nou eens afknijpen, we vallen die bult aan de bovenkant aan en we vallen die bult aan de onderkant aan en dan zal onze strategische positie aanzienlijk verbeteren en we hebben daar misschien ook een goede kans om het Rode Leger een enorme slag toe te brengen. Maar de Russen hadden gedacht van, weet je wat, gezien die bult zullen de Duitsers wel aanvallen. En die hebben die bult op een zodanige wijze versterkt, dat de Duitse aanval daar onvermijdelijkerwijs in moest vastlopen. Eigenlijk de derde keer dat Zhukov dit strategische plan uitvoert. Hij laat de Duitsers aanvallen, hij vangt ze op in versterkte stellingen. Hij laat ze zichzelf uitputten om tenslotte reserves op te, terwijl ondertussen bouwt hij die reserves op en valt die aan op het moment dat de Weermacht uitgeput is geraakt. Je bent wel, dit is dus de derde keer, Moskou, Stalingrad, Koersk. Je begrijpt niet dat de Duitsers er drie keer achter elkaar ingetuind zijn. Dat is een beetje een raadselachtige zaak waarvoor ik nog geen verklaring heb gevonden. Het gekke is dat ook, ik heb nergens gelezen dat iemand anders zich die vraag heeft gesteld. Dus het kan zijn dat ik niet helemaal goed bij mijn hoofd ben. Dat is een mogelijkheid, maar ik acht die eerlijk gezegd betrekkelijk klein. In deze slag, de Duitsers vallen dus inderdaad die bult aan op 5 juli. En op 12 juli vindt daar de grootste tankslag plaats uit de menselijke geschiedenis, waarin op een betrekkelijk klein oppervlakte 850 tanks van de Russen en 600 tanks van de Duitsers met elkaar slaags raken op een sombere dag met onweer. Dat moet een soort van Götterdämmerung-achtige situatie moet dat daar zijn geweest. Op diezelfde 12 juli gaat het Rode Leger in het offensief en dan komt eigenlijk een heel groot deel van dat Oostfront komt in beweging. In december 1943 hebben de Russen in feite 2/3 van het door de Duitsers bezette gebied weer bevrijd. En is wel duidelijk dat er van nieuwe Duitse offensieven geen sprake zal zijn, dat dit maar op één plaats kan eindigen. Berlijn, ja, dat zal nog wel even duren, maar de Russen zijn in het offensief en de Russen bleven in het offensief in 1944 tot tenslotte ook Berlijn gevallen was. Eind november 1943 confereren de grote drie, Roosevelt, Stalin en Churchill in Teheran. Stalin wou nooit confereren ver buiten de Sovjet-Unie. Hij wilde altijd een beetje in de buurt blijven. 1945 is het Potsdam, hier is het Teheran. En daar wordt ook gesproken over de kwestie die natuurlijk een belangrijke rol heeft gespeeld in het hele debat van de Tweede Wereldoorlog, van het Tweede Front. Stalin heeft vanaf het begin gezegd, ja, ik wil niet alle kooltjes in mijn eentje uit het vuur halen. Het is tijd dat er een tweede front wordt gestart. En over dat tweede front, daar hadden de Amerikanen en de Engelsen eigenlijk ruzie over.
Want Churchill zag, de Amerikanen zijn vanaf het allereerste moment, in het bijzonder George Marshall, de stafchef van het Amerikaanse leger, die zei dat er is maar één aanval die zin heeft en dat is een aanval regelrecht op West-Europa en van West-Europa naar Berlijn. Al het andere, dat is marginaal werk wat uiteindelijk geen effect zal sorteren. Maar de Engelsen voelden daar niet voor. Churchill zag daar niks in. Churchill wilde Duitsland uitputten met blokkade en bombardementen en perifere operaties. Liefst in het Middellandse zeegebied. Hij had allerlei gekke plannetjes. He? Denkt u aan zijn plannetjes met Gallipoli in de Eerste Wereldoorlog. En wat bij Churchill natuurlijk een belangrijke rol heeft gespeeld, misschien ook wel bij andere Engelsen, is de angst voor wat zich tussen 14 en 18 in West-Europa had afgespeeld. Dat wilden ze tot geen prijs nog een keer. Dus Churchill wilde dat niet, maar die heeft uiteindelijk zijn zin natuurlijk niet gekregen, maar partieel zijn zin toch wel een klein beetje gekregen, zou je kunnen zeggen. En dat kunnen we zien aan de perifere operaties waar nu iets over gezegd moet worden. Het was wel duidelijk natuurlijk dat de Amerikanen en de Engelsen in 1942, dat er geen sprake van zou zijn van een directe aanval op het hart van Vestung Europa. Dat zat er absoluut niet in en het werd ook al heel snel duidelijk dat dat in 1943 ook niet zou kunnen. Maar ze moesten natuurlijk wel iets doen. Er moest een soort van daad gesteld worden. Ze konden inderdaad de Russen niet helemaal alleen alles laten opknappen. En zij besluiten dan in eerste instantie november 1942 om een landing in Noord-Afrika uit te voeren. En na enige onderhandel hebben de Vichy-Fransen zich daar niet tegen verzet. Waarover Hitler weer zo boos was dat hij vervolgens Vichy-Frankrijk, het onbezette deel van Frankrijk heeft laten bezetten. De Duitsers en de Italianen hebben troepen gestuurd naar Noord-Afrika. Die zijn ook aanvankelijk vrij succesvol geweest. Ik heb u geloof ik al gewezen op de film Patton. Daar komt een prachtige scène in voor. Waarin Bradley, die dan geloof ik nog geen generaal is of maar één ster heeft of zo, na aanleiding van de slag in de pas van Kasserine, nou, wordt duidelijk gemaakt dat de Amerikanen daar aanvankelijk werkelijk helemaal niets van terecht brengen. Waar je uit kunt opmaken dat het effectief vechten is iets wat je leren moet. Wat je niet in eerste instantie onder de knie hebt. En het Amerikaanse leger had nauwelijks vechtervaring, zeker niet in de Tweede Wereldoorlog. Dus om het nou wat overdreven te stellen, er zijn Duitse sergeanten geweest die in hun pieren eentje halve Amerikaanse legers tot overgave hebben gedwongen. Nou, dat is misschien wel heel sterk geformuleerd, maar ja. De Amerikanen hebben ook vervolgens eigenlijk hun hele professionele kader teruggestuurd naar de Verenigde Staten, om daar eigenlijk de opleidingssector op zich te nemen. En het Amerikaanse leger heeft vooral gevochten met dienstplichtig kader, behalve natuurlijk het absolute topkader. Dus aanvankelijk wel wat Duitse en Italiaanse successen. Maar dan stagneert de bevoorrading. Rommel, die daar nog leiding aan geeft, die vertrekt. En tenslotte capituleren de Italianen en de Duitsers half mei 1943. En is Afrika bevrijd. Waarbij zich onmiddellijk opnieuw de vraag voordoet, wat nu? Wat moeten de... Ja, het was nog steeds niet de mogelijkheid om West-Europa aan te vallen, zat er niet in. Ja, u, daar staat u in Noord-Afrika. U denkt, wat zullen we nu eens ondernemen? Ik hou de spanning er even in. Sicilië. Ja, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben Sicilië aangevallen. Niet zo'n geweldige kunst, hoewel vrijwel alles is misgegaan wat mis kon gaan. Want ze werden ondersteund door de lokale bevolking, die natuurlijk wel zag aankomen dat de geallieerden gingen winnen. Hier overigens wisten de Duitsers op uiterst knappe wijze in feite zichzelf te evacueren. De Duitsers, nog de soldaten, nog de Duitse zware bewapening is bij die gelegenheid in geallieerde handen gevallen. Sicilië is bezet, wat nu? Italië. En Mussolini was ondertussen tot aftreden gedwongen. Die was zelfs gearresteerd en die hadden ze gevangen gezet.
En het idee van de Italianen was, en van maarschalk Badoglio, ja, je zegt Badoglio, maar je schrijft Badoglio voor het geval dat u denkt dat er iets niet in orde is. Het is Badoglio. Maarschalk Badoglio, die is onderhandelingen met de geallieerden begonnen en het idee is eigenlijk om op het juiste moment een wapenstilstand te sluiten, zodat heel Italië eigenlijk op betrekkelijk simpele wijze in geallieerde handen zal vallen. Dat was het idee. Maar ja, de Duitsers hadden dat vrij scherp gezien, dat dat stond te gebeuren en de Duitsers hebben razendsnel gehandeld en die hebben het hele noorden en midden van Italië bezet. De geallieerden hebben in het zuidelijke deel van Italië eerst een landing uitgevoerd bij Salerno, geloof ik, en later nog bij Anzio. Ik kom nu eens tot de gedachte dat het misschien net omgekeerd is, maar ik dacht dat ze bij Salerno waren begonnen. Ook dat gaat ook uiterst moeizaam in feite en dan beginnen de geallieerden aan hun Italiaanse campagne. En daarom zei ik u dat Churchill een klein beetje zijn zin had gekregen. Want die Italiaanse campagne, dat is een kostbare campagne geweest waar hard gevochten is zonder dat dat eigenlijk enig tastbaar resultaat heeft opgeleverd voor de uitslag van de Tweede Wereldoorlog. En dat kwam voor een belangrijk gedeelte omdat de Duitsers werkelijk op geniale wijze in Italië, u weet zo'n beetje hoe het landschap daar eruit ziet, gebruik maakten nietwaar van de geografische mogelijkheden. En ze verdedigden dan hun gebouwde verdedigingslinie en als het ze dan te heet onder de voeten werd, hadden ze ondertussen daarachter een tweede verdedigingslinie aangelegd en dan vielen ze daarop terug, zodat in feite de geallieerde vorderingen uiterst moeizaam waren. Ja, het was eerst Salerno en daarna Anzio. Daar hebben de geallieerden nog alle zeilen bij moeten zetten om ervoor te zorgen dat die twee landingen niet een enorme mislukking waren. Dus in feite gebeurt in Italië waar Marshall zo bang voor was geweest. Perifere operaties die uiteindelijk niet wezenlijk zouden bijdragen aan de Duitse nederlaag. En dat betekent, dames en heren, dat we moeten wachten op de ontknoping volgende week. Want dan hebben we ook Overlord, D-Day te behandelen en dan kan ik u geruststellen, is het vrij snel afgelopen. Dank u wel. Deze doet het ook. Ik geef hier mijn antwoord. U loopt rond met die. Die doet het ook, toch? Niet? Ja. Dan zijn er nu nog, is er nu nog even tijd voor vragen. Aan wie mag ik het woord geven? Even kijken. Ja. Precies op tijd volgens mij. Ja. Ik heb ook wel flink wat weggelaten. Niet, ja? Ja, u had het over de indrukwekkende Russische productie die op gang kwam in de loop van de oorlog. Ik heb een paar van die tv-programma's gezien waar ze oude soldaten interviewen en die hadden het over dat een groot deel van het Russische leger niet eens een geweer had en dat zou moeten afpakken van de verslagen Duitse soldaat. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Toen was de boel nog een stuk slechter georganiseerd dan in de Tweede Wereldoorlog. Is dat niet? Ja, dat is waar. Wat u vertelt is waar. In de Eerste Wereldoorlog werden er nogal wat soldaten naar het front gestuurd waarvoor ze geen geweren hadden. En als ze dan zei, ja, wat doen we zonder geweer? Dan zei ze, nou ja, dan moet je wachten tot je kameraad is doodgeschoten. Dan heb jij ook een geweer. Ja, op zichzelf een opmerkelijke oplossing voor een raar probleem. Maar dat is volgens mij nooit in de Tweede Wereldoorlog het geval geweest. Wat ik u misschien wel heb onthouden is, een van de wonderlijkste dingen is wat Overy de Russian Way of Fighting a War noemt. En als u nou weet dat bij die tankslag bij Koersk, waar ik het over gehad heb, in feite in enkele weken sneuvelen daar meer Russische soldaten dan de Amerikanen zijn gesneuveld in de hele Tweede Wereldoorlog. Of Engelsen zijn gesneuveld in de hele Tweede Wereldoorlog. Dus er sneuvelen bij Koersk 500.000 Russen. En dan vraagt Overy zich af, hoe komt dat? Wat is de oorzaak van die massale hoeveelheden gesneuvelden?
En dan vergelijkt hij dat heel interessant met de Eerste Wereldoorlog. En dan blijkt dat zich datzelfde verschijnsel ook in de Eerste Wereldoorlog voordoet. En dat we hier te maken hebben met een vorm van militaire leiding die op geen enkele wijze rekening houdt met het leven van de eigen soldaten. Waarbij in feite dat moeiteloos gespendeerd kan worden zonder enig probleem. Dat is precies het omgekeerde van de Amerikanen. En in zekere zin siert dat de Amerikanen. Die altijd alle zeilen bij hebben gezet om zo weinig mogelijk eigen soldaten te laten sneuvelen. Vandaar dat ze altijd eerst alles in elkaar bombarderen en in elkaar schieten. Want daar hebben ze toch allemaal ruim voldoende van. Om te vermijden dat. Een beetje die bekende anekdote van dat Vietcong, van dat Vietnamese dorp. Waarbij ze dan het hele dorp in elkaar schieten en... Dan zegt de commandant tegen een journalist van, ja sorry, maar we hebben om het dorp te redden, hebben we het in elkaar moeten schieten. De Amerikanen hadden een wezenlijk andere instelling ten aanzien van de schaal van de oorlog in West-Europa, dat zullen we nog zien, is een geheel andere dan die in Oost-Europa. Maar het was een andere manier van je militaire personeel gebruiken, laten we het maar zo zeggen. Ja, ze hebben geen antwoord op uw vraag, maar ach, wat geeft het? Dat is de kunst, hè? Ja, je zou er haast van in de politiek gaan, hè? Dat je op de gestelde vraag een totaal ander antwoord geeft. Heeft er niets mee te maken, hè? Ja. Nou, dan kunt u misschien nog even doorgaan. Maar in hoeverre is de productiecapaciteiten die u heeft geschetst van de verschillende landen, hoeverre is die van Duitsland negatief beïnvloed door de aandacht die werd gegeven op de opbouw van de Jodenvernietiging en op het gebruik van de transportcapaciteit die er in Duitsland was voor dit doel in plaats van voor het oorlogsdoel? Er zijn wel gevallen bekend waarbij dat conflicteert, waarbij dan over het algemeen aan de endleuzingen de prioriteit wordt gegeven. Maar op het totaal van de oorlogsinspanning is dat een marginaal effect. De Duitsers zijn gewoon veel en veel te laat begonnen met de totale mobilisatie van hun samenleving voor de oorlog. Het is natuurlijk twee keer goed gegaan en dan, het had geen haar gescheeld of het was in de Sovjet-Unie ook nog eens een keer goed gegaan. Ja, stel voor dat IFI-verhaal, dat ze alles hadden geconcentreerd op legergroepcentrum en dat Moskou was gevallen. Dan weten we trouwens nog niet wat voor effect dat ze hebben gesorteerd, maar dan zou het er nu toch heel anders hebben uitgezien dan het er nu uitzag. Ja, maar goed, daardoor waren ze te laat. En dat nog wat ik nu al zei, zowel Fritz Todt als Jodl, er waren diverse mensen die zich dat ook heel goed realiseerden. Het wonderlijke is natuurlijk dat de oorlog doorgegaan is, terwijl kansen om te winnen eigenlijk steeds kleiner en kleiner en kleiner werden. Naar mijn idee feitelijk na half december 41 afwezig waren. Hier is een vraag. Hier, vooraan. U hebt gezegd dat de Amerikanen geen vechtervaring hadden en dat ze eigenlijk niet wilden dat er gevochten werd ergens anders dan, laten we zeggen, in Frankrijk. Maar zou je niet kunnen zeggen dat de Amerikanen door in Italië te landen, dat ze dan ervaring hebben kunnen opdoen hoe ze het dan een volgende keer beter konden doen? Ja, dat is een hele relevante vraag. Maar dat hebben ze eigenlijk als u... Ja, ik moet maar weer naar die film. In die film wordt ook, als ik het me goed herinner, concreet gesteld. Van het is vervelend en we hebben hier grote verliezen opgelopen. Dat was misschien niet noodzakelijk geweest, maar we hebben er veel van geleerd. Je moet eerst een paar builen vallen voordat je weet hoe je de problemen aan moet pakken. Er is geen betere manier om te leren oorlog voeren dan oorlog te voeren. Overigens, als je kijkt naar de reputatie van de Amerikaanse soldaten ook na de Tweede Wereldoorlog, dat is niet groots. Ik zag nog eens een interview op de BBC over een Engelse troep in Irak en een Amerikaanse troep. En die Engelse soldaten zeiden van, je kunt beter niet met de Amerikanen op patrouille lopen. Want als je 5 meter voor of achter ze loopt en je struikelt, dan schieten ze je voor je raap. Zij zijn trigger happy, om het maar even zo te zeggen. En de discipline is niet altijd, tenminste ik ga hier af op uitspraken van Engelse soldaten. De discipline is niet altijd groots.
En ik heb u geloof ik wel verteld dat de Duitsers, een notoire fighting spirit hadden, van geen van de geallieerden, behalve van de Russen, daar waren ze doodsbenauwd voor in allerlei opzichten. Dat kunt u ook over Stalingrad lezen. Als u een schitterend boek over Stalingrad wil lezen, dan moet u lezen van Valery Grossman, Life and Fate. Dat is een boek wat ik u warm kan aanbevelen. Ja, het is 800 bladzijden, maar goed, dan bent u in ieder geval voor de zomer onder de pannen. Het is in allerlei opzichten een gruwelijk boek, maar het is ook een boek wat er is van gezegd en daar zit wel wat in, dat de 20e eeuwse oorlog en vrede is eigenlijk. Het is een buitengewoon indrukwekkend boek en het geeft ook een goed beeld van, wat? Life and Fate. Dus dat is leven en lot. Bij mijn weten is het niet vertaald in het Nederlands, dus ik kan u geen Nederlandse editie noemen. Heb ik uw vraag wel een beetje beantwoord? Ja, oké. Vragen beantwoorden is mijn... Ja, je bent altijd weer geneigd tot een nieuw betoog. Ik vraag me af, ik ben altijd gefascineerd geweest door de relatie tussen de oorlog in het Westen, in Europa en in Zuidoost-Azië. In hoeverre was de situatie vergelijkbaar in de zin dat de Japanse keizer eigenlijk net als Hitler... af en toe betwijfelenswaardige beslissingen heeft genomen. Bijvoorbeeld bij het aanvallen van Pearl Harbor. En in hoeverre waren de Britten bedreigd door de Japanners? En waarom heeft Japan de Sovjet-Unie niet aangevallen, bijvoorbeeld? Ja, dat is een interessante vraag. Omdat ze natuurlijk vanuit hun imperiale gedachte... Als u even denkt aan het stuk van de Sovjet-Unie... wat zo'n beetje tegenover Japan ligt... dan is dat niet een van de meest veelbelovende gebieden op deze planeet. He? Dat is namelijk Oost-Siberië en daar word je niet vrolijk van. Ja. Ja, als je een enorme liefhebberij hebt in dennen, bomen en moerassen, dan is dat een ideaal terrein. Maar voor de Japanners, kijk eens, waarom moest Nederlands-Indië in Japanse handen vallen? Vanwege de olie. He? Als je dacht in termen van een Greater East Asian Co-Prosperity Sphere... dan ga je natuurlijk niet Oost-Siberië veroveren. Dat is wel een vrij duidelijke zaak natuurlijk. En hebben de Engelsen daar last van gehad? Ja, enorm. Denk aan de val van Singapore. Een van de meest pijnlijke momenten uit de Britse imperiale geschiedenis. Bovendien viel het min of meer zonder slag of stoot. Vraag me nou niet naar de details van de val van Singapore. Maar het was een hoogst pijnlijk moment. In feite die enorme Japanse opmars... richting Nederlands-Indië, dat gaat in een razend tempo en de weerstand was uiterst beperkt. Dat hadden de Japanners prima onder de knie. Hun probleem was dat ze in oorlog waren geraakt met verreweg de sterkste en meest productieve natie die er op dat moment in de wereld was. Ik had misschien ook nog de vergelijkende productiviteit daar... De Amerikanen hadden een arbeidsproductiviteit die ruim 2 keer zo groot was als de Duitse. Terwijl de Duitse industrie na de Amerikaanse industrie de modernste ter wereld was. En die 5 keer zo groot was als de Japanse. Ik denk als je nu diezelfde vergelijking zou maken, dat de Japanse arbeidsproductiviteit op dit moment hoger is dan de Amerikaanse arbeidsproductiviteit. Al weet ik dat niet helemaal zeker. Hè. U weet wat de landen zijn met de hoogste arbeidsproductiviteit, hè? Ja, dat zijn landen als België en Nederland. Ja. Ja, hoe komt dat? Omdat wij zo ontzettend veel mensen op betrekkelijk vroege leeftijd pensioneren. Bijvoorbeeld. Ja, u gelooft het natuurlijk niet, maar onze arbeidsproductiviteit hoort tot de absolute wereldtop. Kwestie van discipline en... Dan heeft u toch een prettige avond en zo. Ja, dat je. Nog, ja. Ik had nog een laatste vraag. U heeft het steeds erover dat als de Duitsers echt meteen naar Moskou waren toegegaan, dat ze dan een reële kans hadden gehad. Maar ik vraag me af, ze moeten onderwezen hebben, neem ik aan, op de opleidings. Instituten in Duitsland, hoe het met Napoleon en Moskou is gegaan. Ja. Dat is de ene kant. De andere kant hadden de Russen zelf een soort alternatief klaar om, stel voor dat, dan hetzelfde te doen, het ook in de brand te steken. 2 vragen.
vraag in feite. De Russen hebben, voor zover ze dingen niet mee konden nemen naar, hè, ik had het over die 2500 fabrieken die geëvacueerd zijn, wat niet mee kon, werd opgeblazen. Spoorwegen die werden kapot getrokken. Je kunt achter een locomotief zo'n soort van haak hangen. Dan kun je in feite het hele railbed, het railbed zelf niet, maar de rails zelf kun je vernietigen. Ja, daar werd toch deels een politiek van de verschroeide aarde gevoerd, zonder twijfel. Of de Duitsers in het... Ja, ik zei u al, dat is iffy history. Dat is pure speculatie. Of dat tot succes zou hebben geleid, ik heb geen flauw idee. Het wonderlijke feit blijft, en dat vind ik een kernvraag, dat de Duitsers, en met name Adolf Hitler, die dus jaren en jaren had gedacht over revanche en een weermacht had opgebouwd en zijn positie in Europa had versterkt, die evident uit was op een groot Europees conflict wat Duitsland nu zou winnen. Als het dan tenslotte uitbreekt, dat conflict, waarschijnlijk op een moment dat hij dat nog niet wenste. Maar goed, als je dan een echte keiharde realist bent, zeg je oké, dan. Hij had helemaal niet West-Europa hoeven aan te vallen in het voorjaar van 40. Had best 2 jaar kunnen wachten, why not? Die Fransen waren te lullig om nou ja, sorry. Ja, dat zegt verder niks over onze successen in de komende dagen. Dat moet u, zo moet u het niet zien. Hebben ze op de KMA, op de Duitse KMA, niet naar Napoleon gekeken? Ja, denk het wel. He, want ja, niet iets wat je zomaar vergeet. He. Iedereen weet van Napoleon en hoe het hem daar bij de Beresina en zo vergaan is. Ja, zoals altijd denken de militairen of de politieke leiding, dat gaat ons niet gebeuren. He. Ja, u moet... Hoe zal ik dat nu eens duidelijk maken? Mensen kunnen gevangen raken in een soort bubbel van eigen optimisme, waarbij in feite de kritische vragen niet meer gesteld worden. Mensen zijn vaak, Adolf Hitler werd omringd door ja-knikkers. Ja, er waren heel weinig lui bij die zeiden, Führer, dan moet je eens even je mond dicht houden. Ja, dat eeuwige gekwek, dat moet nou eens even afgelopen zijn. Ga daar nou eens even zitten. Ja. En er deugt geen bal van die plannen van je. He, die waren er niet. Die mensen waren er niet. He? Denkt u aan, en ja, dat is een hele ongelukkige vergelijking waar ik verder niks mee bedoel. Denkt u aan de Amerikanen die besloten om Irak aan te vallen en te bezetten. He? Waarbij je achteraf zegt, hoe is het godsmogelijk dat je zoiets stoms doet. Ja, in een bubbel gevangen en de kritische opmerkingen worden niet gemaakt. Degene die de beslissingen nemen, die weten er al helemaal betrekkelijk weinig van. Hitler was in het algemeen nog aanzienlijk beter geïnformeerd dan de huidige president van de Verenigde Staten. Ja, niet zo moeilijk natuurlijk, dat ben ik wel met u eens. Ja, ik denk dat het daarom in zit. Het zit in... Mensen geloven nu eenmaal wat ze willen geloven. Mensen geloven wat ze willen geloven. Totdat ze struikelen en dan bij de Heldense bossen in zo'n akelige punt vallen. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Nou ja, dat is dan niet gebeurd. Maar pas als de werkelijkheid ze op bittere en pijnlijke wijze tot de orde roept, niet waar, dan vallen de schellen van de ogen. En dan zeggen ze, oh ja, enzovoort, enzovoort. Wat natuurlijk veel gekker is dat ze door zijn gegaan met die oorlog. Hè? Want eigenlijk hou ik hier natuurlijk een soort... Eigenlijk deugt er niks van dat betoog van mij. Hè? Want in feite is dat voortdurend het gezond verstand zelf. Als u mij beluisterd hebt, dan als ik het voor het vertellen had gehad, dan had ik, toch in de derde week van december, had ik gezegd, van jongens, dat ziet er niet goed uit. Hè, we gaan dat op een prettige manier regelen, maar die oorlog gaan we niet winnen. En we gaan zeker niet nog 3,5 jaar doorvechten. Hè? Daar voel ik niks voor. Ik heb ook helemaal geen zin om met Eva Braun te trouwen. En ik heb ook geen... Ik heb ook helemaal geen zin om mijzelf voor de kop te schieten, want ik heb nog diverse plannetjes. Maar nee, dat is het niet. Het is een vorm van waanzin waar je moeilijk in kunt treden. Dat, althans, voor mijn gevoel is dat enorm lastig. Want het is natuurlijk een soort nationale suicide waarvan we getuigen zijn. En tenslotte schiet hij trouwens met Eva Braun en vrijwel direct schiet, wat die, je kunt zien wel
interessante ideeën die hij over het huwelijk had. En dan... Dat is symbool voor wat de hele natie is overkomen. En hij zelf heeft ook... Hij heeft ook opdracht gegeven om alles op te blazen, kapot. De Duitse volk had zijn historische kans gemist. En dat was het Duitse volk aan te rekenen. En wat hem betreft kon het hele Duitse volk door het riool van de geschiedenis verdwijnen. Dat is de stemming in het allerlaatste moment in de Führerbunker. Oké, hebben we nog... Het is heel droevig, maar ik heb orders gekregen. En u weet, bevel is bevel. Wat dat betreft heb ik veel... Ja. Ik moet mijn dochter ophalen. Thank you.